van Tongeren, Tweede Kamerlid, Amsterdamse. Zeker. Het is nog maar de eerste exit poll, maar het is hier een en al blijdschap. Ja, dit is zo'n fenomenaal goed resultaat. Die campagneteams zijn natuurlijk weekend in, weekend uit de straat opgegaan. En doordat je dit als resultaat krijgt, dan zit natuurlijk een slag om de arm. Ietsjes omhoog, ietsjes naar beneden, maar dit is meer dan ik zelf zou durven dromen. Ja, nou ja, ietsjes omhoog, ietsjes naar beneden. De laatste peiling was 9, nu bij de eerste exit poll dus 11. Ja, dat is een stuk beter dan de peiling, maar het is een exit poll. Dus ik bedoel, dat kan, dat hebben we vaker meegemaakt, nog iets omhoog of iets naar beneden. Maar dit is wel echt een geweldig resultaat voor GroenLinks in Amsterdam. In het kader van een klein beetje op de zaak vooruitlopen, wat zegt dit over Amsterdam anno nu? Nou ja, het mooie is dat er dus enorme behoefte is aan sociaal beleid en groen beleid. Dat kunnen wij leveren. Dat je echt ziet dat er segregatie in de stad is. En je zag die kleuren op die kaart. GroenLinks, heel veel binnen de ring. Buiten de ring is er ook behoefte aan groen en sociaal beleid. En daar zie je dat er echt andere voorkeuren zijn. Dus we moeten die stad bij elkaar trekken om er weer één mooie bruisende stad van te maken. Het is nog